Islam Nu, een praatprogramma over de islam. Een interactief programma waarin uw vragen centraal staan. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Assalamu alaikum, beste kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Islam Nu. Het onderwerp wat we vandaag graag willen behandelen is islam en de economie. En om dit onderwerp te belichten wil ik graag vandaag starten met vier versen uit de Heilige Koran, uit Surat al-Baqarah, vers 277 tot met 280. Ik lees de vertaling voor u voor. Allah schaft de rente af en doet de weldadigheid toenemen. En Allah heeft niet lief alle ondankbaren en zondenaren. Voorzeker, zij die geloven en goede daden doen en het gebed houden en de zakaat betalen, hun beloning is bij hun Heer. En voor hen is er geen vrees, nog zullen zij treuren. O gij die gelooft, vrees Allah en doet afstand van de rest van de rente, als gij gelovig zijt. Maar indien gij dit niet doet, bereidt u dan ten oorlog met Allah en zijn boodschapper. Indien gij berouw hebt, is voor u het oorspronkelijke kapitaal. Zo zult gij geen onrecht doen, nog zal u onrecht worden aangedaan. Dit zijn vier versen waarin verschillende punten van economie benoemd worden. En wij zullen gedurende deze aflevering punten in de hedendaagse samenleving, hoe deze belicht worden, proberen wij naar jullie toe te brengen. Ik heb vandaag weer twee panelleden aan mij aan tafel. Nabil, salam alaikum, goed dat je er bent. Asen, salam alaikum, goed dat je er bent. Zonder enig tijd te verliezen gaan we gelijk verder door naar onze eerste vraag. We zien dat we net eigenlijk een beetje uit de financiële crisis komen. Dat horen we althans op heel veel op de media. We zien dat de begrotingskorten omlaag gaan. Vorige week zelf de minister van Financiën van Nederland, die zei we hebben een begroting overschot van uit mijn hoofd 208 miljoen, als ik het niet verkeerd heb. Dat is eigenlijk heel mooi. Iedereen wordt er heel erg happy van. Maar zijn we nou future-proof? Weten we nou zeker dat we in de toekomst niet aanlopen tegen een nieuwe economische crisis? Gaan we niet weer in een bubbel terechtkomen, Nabil? Wat mijn persoonlijke analyse hierover is dat wij door het economische systeem dat gebaseerd is op rente en overdadigheid bijna, dat wij dat landen op landelijke schaal, wij onszelf in problemen hebben gebracht. Als we dat doortrekken, op het moment dat wij lenen en tegenover die lening rente moeten betalen, betekent dat eigenlijk geld gebruiken die wij in de toekomst zouden dus moeten verdienen. Je leeft van je eigen toekomst. Het enige wat daar nog bij komt, is dat je daarover een stukje rente moet betalen. En wij doen dit zonder enige zekerheid te hebben op het feit dat onze inkomenssituatie zal verbeteren. Want als onze inkomenssituatie al op dat niveau was, hadden wij die lening niet nodig. Daar hadden we het geld al. Dat betekent dat ik in staat ben met beperkte middelen een luxe auto te kopen, veel sieraden voor mijn vrouw te kopen, een heel groot huis te kopen. Allemaal buiten mijn eigen middelen om, zonder dat ik enige toekomstige zekerheid heb dat ik dat ooit die schuld zou kunnen inleveren. Dat betekent dat de schuld alleen maar groter wordt. Hoe minder snel je aflost, hoe meer rente je gaat betalen. Het zelfs zover dat er ook staffels zijn in rente. Hè? Dus als je binnen de eerste 20 jaar terugbetaalt grote bedragen, dan is het 5%. Dus dan, als dat niet lukt, dan moet je boeterente betalen. Mm-hmm. Dus wij komen alleen maar meer en meer in de problemen omdat wij die schuld niet kunnen inlossen. Dit gebeurt niet alleen op individuele vlak, want dat doen wij hier ook, maar dat gebeurt ook tussen landen. Je hebt landen die minder interne middelen hebben, die dus minder met hun eigen interne economie veel met andere landen moeten handelen om graan te krijgen. Ze hebben geen eigen productie. Mm-hmm. En op dat moment, omdat zij zelf geen middelen hebben kunnen maken, lenen ze geld tegen rente. Lenen ze, betalen ze die middelen weer voor. Vaak lenen ze dat geld van degene bij wie ze de producten afnemen. Mm-hmm. Op dat moment komt een land ook in diezelfde cirkel terecht. En dan zie je dat op een gegeven moment dat die rentelast groter gaat worden dan de originele leenlast. En op dat moment dat gebeurt, is eigenlijk heel kort door de bocht, kom je in een crisis terecht.
Omdat je dan simpelweg de rentekosten overstijgen de basiskosten. Je krijgt een onrechtvaardige situatie. Hè, waardoor eigenlijk ook landen die zeg maar in die slechtere situatie, financiële situatie, terechtkomen. Op een gegeven moment dat niet kunnen bolwerken. En daardoor ook weer in oorlogssituaties terechtkomen. Dan wel zelfs oorlog uitlokken. Ja. Om degene die dat middelen wel heeft, om die aan te kunnen vallen. Of andersom, of politiek. Of zij worden zelfs politiek zo erg in een wurggreep gelegd door die landen. Ja. Zodat ze helemaal niks meer kunnen. Nou, dan kom je dus in een crisis terecht. En als genoeg grote instanties in genoeg landen dat doen, dan kom je in het wereldwijd crisis terecht. Dan moeten we ons afvragen, wat hebben wij nu veranderd? Dat is de vraag eigenlijk. Op welke basis zijn we uit de crisis te komen? Ja. Nou, eigenlijk hebben we precies hetzelfde gedaan. We hebben weer geld geleend, geld gedrukt wat niet bestaat. Hebben we weer in de economie gestoken, maar dat geld bestaat niet, dus dat moet ergens gedrukt worden. En het systeem is niet zo dat je geld kan blijven drukken, want op macro-economisch vlak heb je een ISLM-curve zogenaamd, dus investments en savings en liquidity en monetary value. En dat betekent eigenlijk dat hoe meer liquiditeit je vrijmaakt, pas de investeringen gaan stijgen als de rente omlaag gaat en een beperkt aantal geldelijke middelen zeg maar weer terug het systeem ingaan. Als al die randvoorwaarden niet worden voldaan, klapt die economie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat we nu weer doen. Wij lenen dus weer geld, we betalen weer rente. We lenen aan Griekenland, wordt met open armen, door heel Europa wordt met open armen geld. En dat is niet op basis van publieke opinie, maar op basis van politieke keuzes, wordt openlijk geld gegeven aan de, ze noemen dat wel eens de Euro-B-landen, zeg maar, mm-hmm. de zuidelijke buren van ons, tegenover rentetarieven. Zonder dat zij nog steeds in staat zijn om in deze moderne economie, of in deze moderne wereld, andere landen economisch gezien bij te benen. Waar we eigenlijk zelfs van weten dat het geld dat niet terug nooit gaat teruggekomen. Nee. Dus we gebruiken het als politiek gewin. Mm-hmm. En dan om dat terug te brengen naar de kern, is dat wij onszelf hier hebben eigen gemaakt. In ieder geval een onderdeel van, onlosmakelijk onderdeel van deze maatschappij is geworden. Overdaad aan wensen en noodzaak van dingen die eigenlijk in essentie niet noodzakelijk zijn. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, als wij dus die teruggaan naar de essentie, wat hebben wij nou nodig om die meer levensbehoefte, om als maatschappij te handelen, om ook mooie wegen te maken en alles, dan kom je al heel snel tot de conclusie dat dat hetgene is wat ons elke keer weer die crisis induwt. Ja, en ook steeds meer de behoefte van meer, meer, meer. Hè? Het moet alleen maar meer, meer. Ja. Het kan niet gelijk blijven of het kan niet eventueel wat minder zijn. Nee. Het moet alleen maar meer, meer zijn. En daarmee drukken we ons eigenlijk individueel, maar ook op staatsvlak, zeg maar, drukken we onszelf in een positie waar je uiteindelijk niet meer uitkomt. Je bent eigenlijk slaaf geworden van een hele kleinere groep die eigenlijk alle middelen in handen hebben. En daarmee creëer je dus ook allerlei crisis. Maar zelfs als je als individu daar niet voor kiest, maar jouw politieke overheid kiest daar wel voor, hè, bijvoorbeeld om geld te lenen van een ander, ja, daarmee neemt die wel die hele last mee op de hele maatschappij. Want door weer belastingen te gaan heffen, zie je ook in Griekenland gebeuren of andere landen, dan moeten ze meer belasting gaan heffen. Dan krijgen ze weerstand van de bevolking. En dat creëert nog een gevaarlijke situatie dan dat ervoor was. En op die manier creëer je alleen maar problemen die je doorstapelt naar de toekomst. Eigenlijk aan het begin gezegd, je leent geld van de toekomst om nu uit te geven. Maar je creëert daarmee de problemen die je eigenlijk niet hoefde van de toekomst en van nu. Creëer je daarmee. En ja, we hebben eigenlijk geen maatregelen genomen nu om dat nu beter te doen. Dus antwoord op, zijn we future-proof? Eigenlijk is het antwoord nee. Nee, nou, ik denk heel dat, goed. Ja. Heren, ik hoorde jullie beiden het voorbeeld van Griekenland noemen. Mm-hmm. Griekenland is een arm land, die had het geld nodig. We zijn allemaal over eens dat ze geld nodig hadden. Alleen op de manier is er een mening of zo, zegt de islam iets anders. Mm-hmm. En hoe het daadwerkelijk is gaan, is het anders.
Maar hoe zou het geld anders? Want dan is er een vraag, hoe? Want de islam die heeft een financieel systeem, die heeft richtlijnen. Ja. Ja, hoe zou, als we de islamitische systeem zouden aanhouden, hoe zouden we dan een land als Griekenland of arme mensen, hoe zouden we die helpen? Of hoe zouden we de armen steeds minder maken? Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar de versen, wat aan het begin zeg maar ook geciteerd zijn, daar kunnen we wel aan de hand daarvan, denk ik, dit behandelen. Heel goed. Kijk, de islam leert in essentie dat wij alles wat wij bezitten als geschenk hebben van God. Hè? Ja. We hebben niet voor gekozen om op deze wereld te zijn, maar die leven is ons geschonken. Zon, maan, alle middelen die uit de aarde of zeg maar allerlei zaken die wij winnen om dat toe te passen, dat is ons gegeven. Ja. En in principe zijn wij gezamenlijk met de hele maatschappij onderdeel daarvan dat we dat gelijk kunnen gebruiken. Dat is een soort van uitgangspunt die de islam zeg maar leert. Waarbij ook wordt gezegd, kijk, er kunnen altijd situaties zijn waar één persoon minder welgesteld is dan een ander. Waardoor die in een situatie komt dat hij geld nodig heeft of middelen nodig heeft en die hem geleend worden. Maar daarbij zegt de islam dat een lening is goed om je medemens, om je maatschappij te helpen. Maar niet tegen rente of woekerwinst. Hè, wordt ook wel... het woord riba, zeg maar, wordt in Arabisch wordt gebruikt, kan ruwweg wel vertaald worden met de rente of woekerwinst. Maar het behelst wel meer dan dat. En als je kijkt in de vers 2, of hoofdstuk 2, vers 276. Degene die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. En dat komt omdat zij zeggen, handel is gelijk aan rente. Terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. De een wettig heeft verklaard, de ander onwettig. De handel is wettig verklaard en de rente is onwettig. Een rente is onwettig. En die daarom een vermaning van zijn heer krijgt en ermee ophoudt, hem zal toebehoren hetgeen hij vroeger heeft ontvangen. En zijn zaak is bij Allah. En zij die terugvallen, zij zijn de mensen van het vuur, daarin zullen zij vertoeven. Kijk, en hierin worden twee groepen, zeg maar, neergezet. Kijk, en wordt ook een voorbeeld, en dat hoor je ook al in de huidige maatschappij, hè, van ja, kijk, als ik het geld nu aan jou leen, dan verwacht ik ook iets extra's voor terug. Want als ik het in een handel had gestopt, ik had een zaak gestart, dan had ik daarmee winst kunnen maken. En dat zou ik als extra geld of middelen kunnen hebben. Maar omdat ik het aan jou heb geleend, heb ik dat niet. Dus verwacht ik een wederdienst eigenlijk, wat als rente wordt verkocht. En daarop denk ik in de Koran in hoofdstuk 2, vers 281, staat ook in de Koran, eigenlijk in de strekking dat lenen is goed. Dus totaal niet, hè, het is niet dat de islam lenen en lenen verbied. Geven verbiedt. Nee. Nee, dat wordt aangemoedigd, want het wordt gezegd. Help je dat je elkaar, hè, om hegemonie in de maatschappij te houden, om maatschappelijke cohesie te behouden, wordt het juist aangespoord om elkaar te helpen. Dus als iemand wat nodig heeft om te helpen. Maar dan staat, sterker nog, om aanzien bij zegt, inderdaad, rente, de Satan zegt dat rente gelijk is aan handel. Maar in vers 281 zegt de Koran, en indien iemand het niet, dus niet de middelen heeft om je terug te betalen, scheldt het dan kwijt. Ja. Ja. Dus kwijtschelding wordt specifiek genoemd. Ja. Dus daarvan uitgaande dat degene die lening geeft, de middelen die jij ter beschikking stelt, eigenlijk ook overschot zijn. Eigenlijk overschot zijn. En juist dat overschot is weer in tegenstrijd met de basisprincipe van islam en economie en financiële middelen. Mm. Is dat geld in de maatschappij moet rollen. Dus geld in beweging moet zijn. Ja. En dat betekent dat diegene iets had opgepot wat hij eigenlijk dus in de ideale niet direct nodig had. Nodig had. Ja. Dus de islam is daar, de Koran is daar heel duidelijk over. Dat inderdaad, natuurlijk een leningenstelsel moet er zijn. Want je hebt gewoon een verschil in arm en rijk. Terugkomend op hoe kunnen we bijvoorbeeld een land als Griekenland, hoe had die geholpen moet worden. Kijk, we moeten in de context van deze economie kunnen we daar geen passendere antwoord geven dan misschien is verzonnen. Hè? Het zijn... dat is gewoon de stelsel waarop we leven. Maar ook dat... Nou, eigenlijk is, het wordt heel duidelijk zelfs in de Koran gezegd, hè, in de volgende vers. O gij die gelooft, vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente. Hè, dus ook al zitten we in een situatie waar nu rente wordt gehanteerd, in een samenleving, in een maatschappij, rente wordt toegepast. Stop daar direct mee, doe daar afstand van. Dus alle openstaande schulden met de rente, zeg maar. Scheld ze kwijt. En
daarmee reinig je eigenlijk de hele maatschappij. En dat is eigenlijk de enige wijze waardoor je uit deze situatie zou kunnen komen. En waardoor je die onrechtmatige lucht, wat er in het hele systeem is ingeblazen, eruit kan laten gaan. En, want de stap daarna, als je dat dus niet doet, is veel, veel erger en veel groter. Want daarin wordt gezegd, ja, als u dit niet doet, breidt u dan ten oorlog met Allah en zijn boodschapper. Indien gij berouw hebt, is het voor u de oorspronkelijke kapitaal. Ja. Hè, dus het is niet zozeer dat je dan in oorlog bent met God en zijn boodschapper, maar wel met de leerstellingen. Ja. En, want je doet jezelf kwaad aan. En je doet de maatschappij kwaad aan. Ja. En dat is eigenlijk wat hier, zeg maar, in essentie wordt gezegd met oorlog aan en in strijd zijn met. Ja, want het is ook logisch. Als op een gegeven moment, als we jaren na generatie zulke landen krijgen als Griekenland en dergelijke, die steeds meer rente moeten gaan betalen, ze worden bewijs van geboren met de schuld. Ja. Ja, die gaan op een gegeven moment ook in opstand komen, fysiek. En dan krijg je chaos in landen. Dus dat is ook wat er staat in deze vers. Het probleem wat er gebeurt in dat moment, want nu kijken wij heel erg naar inderdaad, we gaan rente afschaffen en we zouden geen rentelijke leningen moeten verstrekken. En zo. Maar als we dan dat weer terugbrengen naar, oké, hoe is zo'n land in dat soort problemen gekomen? Mm-hmm. Heeft ook weer te maken met vers 279 uit mijn hoofd. De eerste vers die u aanhaalde. Yeah. Weer als je, het staat, doe afstand, eens in de strek van doe afstand van rente. Want daarmee vergroot je weldadigheid, zeg maar. Yeah. Yeah. Dus, maar dat betekent dus dat weldadigheid voor iedereen is. Dat hebben we ook al net genoemd. Ja. En in het geval van als we over landelijke grenzen kijken, wij doen allemaal nu net alsof Griekenland het enige land was met heel veel rente, met heel veel problemen. Hmm. Maar wij vergeten te noemen dat grote machten waar dus wel de interne productie dus genoeg is, dus daar genoeg interne middelen hebben om geld te onttrekken uit andere landen, in handel, ook nog vele malen per ratio vele malen meer schuld hebben. Als we kijken naar Amerika, ik weet niet waar, precies volgens mij Times Square, staat een teller. Hmm. En dat tikt aan en dat stijgt eigenlijk de schuld van Amerika. Hmm. Nou, die teller draait per seconde misschien honderdduizenden dollars die daarbij komen. Hmm. Maar goed, dat land kan zich staande houden omdat zij middelen hebben om te blijven handelen. Dus ook nog geld te blijven maken naast de schuld die ze opbouwen. Ja, plus het feit dat niemand waar nu de leningen uitstaat, op hun recht staat en zegt van, joh, ik wil nu al mijn geld terug hebben. Ja. Nee, precies, want dan zeggen dan leveren wij deze geen diensten meer aan jullie. Ja. Dus zij hebben iets om daarin terug te... Een machtspelletje eigenlijk. Ja. En Griekenland heeft dat niet. En daar komt dan weer waar we doorkomen dan in zo'n situatie. Omdat wij als Europa of Europese Unie of we hebben het over rechtvaardigheid gehad in een eerdere stadium. Er is ook geen economische rechtvaardigheid in die zin. Wij verwachten dat die landen aan bepaalde regels voldoen, aan bepaalde standaarden voldoen, die wij voor de zogenaamde welvarende landen zijn gemaakt eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus begrotingskort, maar wat het salaris van een ambtenaar zou moeten zijn, dat je heel veel verschillende exorbitante bonussen kan gaan uitgeven aan banken. En dat zijn Europese regels. Mm-hmm. Dus als er een land in één keer die nooit op die manier zijn economie heeft gedaan, hè, is toch meer gebaseerd op socialistische invalshoek of meer de communistische invalshoek. Mm-hmm. In het feit dat, en dat hebben we het ook in een andere aflevering over gehad, is in het communisme een dokter verdient evenveel als een. Dus dat was een andere uiterste. Maar nu dwingen die mensen om zich te gaan conformeren in een hele andere systeem. Nou, op dat moment gaat die landen verder en verder in het rood staan eigenlijk. Mm-hmm. Daar moeten we vanaf. Elk land heeft, denk ik, zijn eigen karakter, zijn eigen goede dingen en eigen slechte dingen. En dat land moet vanuit die hoedanigheid in die situatie ook gerespecteerd worden en rechtvaardig worden behandeld. Ja. Zolang dat niet gebeurt, komen ze er ook niet uit. Nee, en gewoon, hè, nogmaals terug gewoon naar het afschaffen ervan direct. Ja. En daarmee ook afstand nemen van de schulden van elkaar. Waarmee je in principe iedereen naar een gelijke situatie stelt. En daarna kijkt, oké, hoe bouwen we weer een maatschappij op waarin iedereen zeg maar wel een bepaalde aandeel heeft in de maatschappij, aandeel levert aan de maatschappij. Want het is ook niet zo dat je niks hoeft te doen en dat de staat jou moet ondersteunen. De islam leert ook participatie, leert ook dat je onderdeel bent en dat je ook middelen gebruikt, je eigen bijdrage doet.
En hoe zit, want dat, dus volgens mij wordt het voor ons kijkers ook duidelijk, voor mij is het ook heel erg duidelijk geworden dat rente eigenlijk de nadelen enorm zijn. Mm-hmm. In zijn extreme vorm kan het zo zijn dat een dat de samenleving in opstand komt tegen hun regering en dan komt de oorlog en we weten dat we daar ver van moeten blijven, want we hebben zulke gemene wapens die ervoor kunnen zorgen dat de mensheid wordt vernietigd. Dus we moeten heel ver van zijn. Daarom is het een heel gevoelig onderwerp. Ja. Maar wat in de islam zorgt voor wel een soort van lopend proces dat we voorkomen dat er minder dat de armoede enigszins gecontroleerd is? Ja. En dat is het systeem van zakaat. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, eigenlijk als je in hetzelfde hoofdstuk verder doorleest, lezen wij ook in hoofdstuk 2, vers 278. Voorzeker zij die geloven en goede daden doen en het gebed houden en de zakaat betalen. Hun beloning is bij hun Heer en voor hen is geen vrees, nog zullen zij treuren. En ook hij die geloof vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente, zoals we net hadden besproken. En eigenlijk wordt hier gesproken over zakaat. Ja. En zakaat is, sommigen noemen dat als een belastingssysteem van de islam. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is veel meer nog steeds weer teruggaan naar het principe dat de maatschappij dezelfde rechten en plichten heeft en waarin ook recht heeft op aandeel in de maatschappij. En alles is gegund door God aan de mens, waarop zij zijn welvaart zeg maar opbouwt. En hierin is zeg maar voor zakaat gezegd dat het is iets wat zuivert of iets wat van God zeg maar weer teruggegeven, aan God wordt teruggegeven, eigenlijk aan de maatschappij, aan de groep wordt teruggegeven. En dat kan gebruikt worden door een overheid om verschillende doeleinden naast te streven, zoals onderwijs. Of je had ook situaties waarin oorlogsgevangenen zijn die vrijgekocht moesten worden. En wellicht kunnen zij vanuit dat geld, zeg maar, dat geld beschikbaar maken, zodat ze degene die gevangen genomen zijn tijdens een oorlog, dat die weer vrij kunnen komen. En zo heb je veel meer van dat soort aspecten die de maatschappij nodig heeft als algehele goed. En daarvoor kan dat geld beschikbaar worden gemaakt. Maar het is ook het geld die ik verdiend heb als persoon, waar ik een deel van afsta om ten goede van de maatschappij. Dus, en dat zorgt ervoor dat er continu iedereen die dus een bepaalde deel van zijn welvaart heeft, draagt af aan de maatschappij. En daarmee ook degenen die eigenlijk heel weinig hebben, kunnen ook een deel afdragen. Als ze een bepaald deel niet hebben aangeraakt van hun verdiende geld of welvaart, dat dragen ze dan af. En daarmee zorg je dat er continu geld rouleert in de maatschappij. Ja, ik denk helder. We moeten eigenlijk, wat ik wil toevoegen, niet vergeten dat inderdaad, hè, het wordt wel eens vergeleken met belastingen, zoals Assen aangeeft. Alleen, zakaat is een islamitisch principe. Mm-hmm. Is onderdeel, en inderdaad, het heeft een spirituele en religieuze betekenis om zakaat af te dragen. Maar dat bedrag dragen we af over het kapitaal wat wij bezitten. Dus niet zozeer alle geldelijke middelen die we gebruiken om boodschappen te doen. Er is een verschil tussen kapitaal en geld. Het kapitaal is veel breder. Kan zijn onroerend goed, ongebruikte geld. Spaargeld. Ja, dat is zakaat. En dan zullen we denken, nou, dat betekent dus al dat de belasting aan zakaat die we heffen over het hoeveelheid aan geld steeds minder wordt. Mm-hmm. Alleen, we moeten niet vergeten dat, terugkomend op mijn punt, zakaat een islamitische principe is, wat dus niet een vervanging is voor een politieke belastingensysteem. Nee. En dat is daar moeten we zeggen. Kijk, een politieke belastingensysteem moet samen hand in hand gaan met zakaat, waarin een politieke belastingensysteem er wordt ook inderdaad wordt zorg gedragen voor bepaalde principes en bepaalde kijk naar wezen, de weduwe en dat soort dingen. Precies, maar zakaat is inderdaad specifiek om direct de maatschappij en de armeren en de hulpbehoevenden direct van dienst te zijn. Ja. En daar maakt zakaat echt een. En daarom is het ook de reiniging en de zuivering. Ja. Omdat je daarmee ook je medemens en ook daarmee ook voldoet aan het principe van hukukul ibad, dus de rechten van je medemens. Mm.
Direct door zakaat te betalen. Dus dat wilde ik nog even toevoegen, dat we zeker zakaat betalen. Ja, want je ziet het zelfs ook een duidelijk voorbeeld van de vroegere islam, hè, waar landen onder de regering van de islamitische heersers waren. Daarin zie je bijvoorbeeld ook in Spanje, maar ook in Arabië toen de tijd, dat er zakaat alleen voor de moslimgroep werd gehanteerd. En daarnaast werd er voor de niet-moslims ook een belastingssysteem gehanteerd. En je wordt vaak, zie je dat of lees je dat wel eens, dat mensen dat vermengen. Hè? Van ja, waarom moet iedereen een soort van islamitisch belasting betalen? Het gaat niet om islamitisch belasting betalen, maar het gaat erom dat de moslims hebben een bepaald systeem. En hebben een, vanuit de islam richtlijnen, die hanteren ze. Maar daarnaast heb je ook nog steeds een maatschappij, hè, die ook gerund wordt. En waar je ook bepaalde afspraken maakt om nog steeds de maatschappij als geheel te dienen. En daarin kan je dus ook die onderscheid maken. En naast zakaat heb je dus ook inderdaad meerdere belastingen mogelijk om de grote goed te kunnen dienen. En het mooie van zakaat is om even dat het inderdaad wordt geheft aan over moslims, inkomsten van moslims of kapitaal van moslims, maar dat ten goede komt voor de hele maatschappij. Ja. Dus dat is wel één nuance die ik wel wil aanbrengen deze. Ja. Dat het wel ten goede komt van de gehele maatschappij. Ja, is. Iedereen is ervan. Neemt daarin de helder. Ja. Dankjewel. Heren, bedankt. We zijn helaas wegens de tijd aangekomen aan onze laatste vraag. En die boeit mij persoonlijk en ook jullie, denk ik. Want we hebben nu heel erg duidelijk gekregen dat binnen de islam, als je een moslim bent, als je gelovig bent, dat rente raam is, dat het verboden is voor ons. Maar we kunnen niet om het feit heen dat wij in Nederland wonen. We hebben allemaal een bankrekening en we zijn dus een onderdeel van het rentesysteem. Ook hebben velen van onze huizen gekocht. Ja. En dat geeft toch een raar gevoel. Dus wat kunnen jullie daar allebei, heren, even één reactie in het kader van tijd? Ja, gewoon heel simpel. De islam is er om ons leven te vergemakkelijken en niet te moeilijk maken. We moeten ons ook conformeren aan de wetten van het land waar we wonen. Daar hebben we vaker over gehad. Ja. En daarin, als we inderdaad rente moeten betalen om bepaalde middelen, noodzakelijke zaken voor elkaar te krijgen, dan moeten we daarin deelnemen. Daar hebben we geen keus en daar kunnen we ons ook niet tegen afzetten. Maar op het moment dat we rente ontvangen, de bankrekening, mijn spaarrekening van mijn kinderen, er komt rente op, dan refereer ik terug naar de vers die eerder een aantal keer aangeraakt, maar doe de afstand van de restrente. Ja. Wat je dan eigenlijk kan doen is, en wat in onze jamaat eigenlijk in de Ahmadiyya Muslim gemeenschap gebruikelijk is, dat we dat bedrag aan rente wat ontvangen wordt, weer eigenlijk in de weg van God besteden, dus weer terug in de maatschappij brengen op die manier en niet voor je eigen gewin te gebruiken. Dat is kort een antwoord omwille van de tijd. Ja, in principe hetzelfde denk ik wel. Wat je ziet is dat er inderdaad in het systeem zelfs, je ziet dat er nu islamitische banken ontstaan. Maar als je kijkt naar de essentie daarachter, hebben we nog steeds met de rente te maken. Enige verschil is dat ze een soort van islamitische stempel hebben gekregen waar niet rente direct zichtbaar is in het bedrag. En wat over en weer tussen de persoon die dat afneemt en de ontvangende partij. Weet je, maar met een halal-certificaat. Ja, in principe wel. Ja. Kijk, het is een soort van gemoed. Toestand waarmee men zegt van oké, ik heb bij een islamitische bank genomen, dus heb ik geen deel in de rente. Ze gebruiken aandelen en de aandelen brengen ook weer rente op. Dus het is uiteindelijk. Dus op dit moment denk ik, als je kijkt in de wereldse stadium waar we nu zijn, ontkom je nergens aan om op enige manier met de rente te maken te hebben. Dus inderdaad, zoals Nabil net aangaf, wat je kan doen is vanuit je eigen persoonlijk invulling vanuit de islamitische leerstelling is dat je afstand neemt van de rente die je ontvangt. En dat kan je eventueel stoppen in de rente die je moet betalen voor een deel. En als je nog overhoudt, dat kan je als een soort van belasting aan de maatschappij geven, waarbij je goede doelen en andere middelen kan ondersteunen die ten goede komen voor de maatschappij. En daarmee voldoe je denk ik nog steeds aan de islamitische leerstelling.
Heel goed. Nou, dank jullie wel, heren. Dank voor de uitgebreide antwoorden. En we zijn ten einde gekomen van onze uitzending. Dus dank dat jullie er waren. En kijkers, jullie hartelijk dank voor het kijken wederom naar een nieuwe aflevering van Islam Nu. Voor al uw vragen en opmerkingen verwijs ik naar jullie naar onze e-mailadres. Dat is vragen@islamnu.nl. En voor de algemene informatie over onze gemeenschap is het www.islamnu.nl. Ik wil jullie wederom hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot de volgende keer. Muhammad Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah, Muhammadur Rasulullah.